Hallo allemaal. Dit is weer een nieuwe vlog vanuit het zonnige Curaçao. Deze week hebben wij een verschrikkelijk leuk uitje gehad. We gingen naar een marinebasis hier op het eiland. Dus een hele grote marinebasis. En op die basis lag een schip aangemeerd, de Groningen. En dat is een patrouilleschip. Een van de mensen die op dat schip werkt, die kennen wij en die had ons daarop uitgenodigd om gewoon een rondleiding te krijgen. Wij zelf hebben het hele schip van binnen gezien. Maar om veiligheidsredenen, wederom, konden we niet binnen filmen. Dat was best jammer, want er was ontzettend veel te zien. En dan zie je ook dat zo'n schip eigenlijk een heel klein dorpje is, waar alles is. Maar wel buiten, daar hebben we wat shots van gemaakt natuurlijk. Dat schip ging op patrouille. Waarom? Rond Curaçao heb je natuurlijk heel veel drugsproblematiek met bootjes die cocaïne hier naartoe willen brengen. En dit is een typisch patrouilleschip die probeert te voorkomen samen met de kustwacht. Even mij zeggen natuurlijk. Kustwachtmensen, de Amerikanen en de Nederlanders werken daar ook heel nauw in samen, vertrok dat schip. Dat was een ontzettend leuk gezicht. Nou, dit was niet het enige, want vlak daarna kwam mijn broer weer aan op Hato, het vliegveld. Mijn broer die kwam natuurlijk heel enthousiast hier ook gelijk binnen en zei, zullen we samen gaan vloggen? Maar ik had een berichtje gekregen van iemand uit Nederland die zei, ja, waarvoor gebruik je altijd die vervelende achtergrond? Waarom ga je niet lekker voor een zwembad zitten? We hebben een hele kleine test met mijn broer gedaan om een betere achtergrondlocatie te vinden op het resort. Dat was niet makkelijk. Even kijken, dit ziet er wel leuk uit. Ja, heel leuk. Wel. Maar kunnen jullie ons verstaan? Ja, daar zit een waterval achter. Daar. Ja. Nee, ga niet. Denk het niet. Ja. Zie jij het of zie ik het? Nou, kijk even zo. Ja, maar dan horen ze het ook. Ja. Wat? Dan horen ze het ook. Die waterval, toch? Ja, maar wel iets zachter. Ietsje minder. Ja, ja. Misschien deze. Nee, blijf staan. Blijf staan. Kijk, hoe ziet dit eruit? Ja. Dat ziet er leuker uit. Dat ziet er leuker uit. Het zonnetje begint nou te schijnen. Ja, moet wel die camera continu vasthouden. Dat weer wel. Ja, maar dat moet je toch sowieso? Nee, ik had hem. Als je hem op een tafel zet, dan heb ik hem. Dan kan ik hem gewoon neerzetten. Ja. Uiteindelijk zijn we dus gewoon weer hier teruggekeerd en de volgende keer komt ook mijn broer naast me zitten, dus dat wordt helemaal gezellig. En, maar voor deze keer is het gewoon spreken.